Hallo allemaal, Tom de Wal hier van Frontrunners. Ik wil jullie vandaag een update geven van alle ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Ieder half jaar geven wij een ministry update om jou als partner, vrijwilliger of betrokkenen te laten zien wat er gebeurd is door wat jij gezaaid hebt en door jou gebeden. Wij willen goede grond zijn om in te zaaien en goede rentmeesters over wat ons is toevertrouwd. En daarom zetten we ons in om zoveel mogelijk vrucht te dragen. Allereerst kwam in april het boek God geneest altijd uit, dat veel stof deed opwaaien in Nederland. Dit boek gaat dieper in op wat de Bijbel echt zegt over goddelijke genezing. En het heeft op heel veel mensen impact gemaakt, hun denken vernieuwd en hun geholpen om te begrijpen dat God echt iedereen wil genezen. En daar krijgen we zoveel getuigenissen over binnen. En inmiddels zijn er de afgelopen 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken gedrukt. Daarbovenop nog Engelse en Duitse. En dit jaar verwachten we over de grens van 750.000 Nederlandse boeken heen te gaan. Daarnaast zijn we bezig met boekvertalingen. In de afgelopen 6 maanden hebben we onze impact kunnen vermenigvuldigen, omdat er al 5 boeken in het Engels vertaald en uitgebracht zijn. En ook is er een boek in het Duits uitgekomen. Deze boeken gaan de hele wereld over naar allerlei landen. En we zien gewoon een grote bewerking van God door middel van de boeken. En ook komen er onderwijsvideo's in het Duits uit die we gaan verspreiden via ons Duitsstalige YouTube-account. Ook hebben we de afgelopen maanden verschillende conferenties gedaan. Zoals de Prophetic Conference, om mensen te bekrachtigen en te helpen om richting te ontvangen voor hun leven. Dat heb ik samengegeven met Zoran Spasovski. We hebben ook een Revival Week gehouden, waar we zoveel bevrijdingen en genezingen en keuzes voor Jezus hebben gezien. We hebben op 1 middag meer dan 100 mensen gedoopt en meer dan 350 mensen ontvingen die middag de doop en vervulling met de Heilige Geest en spraken in tongentaal. Ook hebben de vrouwen de Front Women Conference georganiseerd, waar honderden vrouwen gezegend, bemoedigd en aangevuurd zijn om hun passie voor God te volgen. In mei organiseerden we voor het eerst de Grace Conference, waar we de overvloedige genade van God hebben gezien hoe dat mensen transformeerden en waar mensen vanuit die genade opnieuw hun leven aan Jezus gaven. In juni hielden we de Greater Power Conference, een enorm krachtige conferentie, vol van de kracht van de Heilige Geest en de aanwezigheid van God. Iedere avond zat de zaal bomvol en was zo'n krachtige werking van God. Ook hebben we in de afgelopen maanden genezingscampagnes gedaan in Groningen en in Twente. Bij iedere campagne zagen we honderden mensen hun leven aan Jezus geven, genezing ontvangen, dove oren gingen open, mensen stonden op het rolstoel, krukken gingen de lucht in, getuigenis van mensen die van kanker genazen. We hebben God zo ontzettend machtig zien werken. Ook online hebben we een enorme impact gemaakt door de getuigenissen onder jongeren. Miljoenen jongeren zijn bereikt door de TikTok-video's die viral gingen. We kregen tientallen berichten van mensen die geraakt waren, die genezing nodig hadden, hun leven aan Jezus wilden geven. En daarom hebben we het boekje Jezus volgen uitgebracht, die gratis te bestellen is voor iedereen die geraakt is en naar aanleiding van de video's meer wil weten over geloof. We bereiken daar zoveel jongeren mee. Ook hebben we via YouTube de afgelopen jaren 1,4 miljoen mensen het afgelopen jaar bereikt via YouTube. We zijn ook bezig met Faith Today, een dagelijks radioprogramma tussen 7 en 8 op God Radio, waarbij we iedere ochtend duizenden mensen bereiken met het onderwijs. En wij mensen helpen om iedere dag krachtig te beginnen met God, met onderwijs wat hen uitdaagt, bemoedigt om te gaan wandelen in autoriteit, impact te maken, te wandelen in geloof. En ook hier komen geweldige getuigenissen van terug voor mensen die dagelijks naar de radio luisteren. We verwachten dat de impact van het radioprogramma nog verder zal toenemen in de komende tijd. Ook zijn we enorm gezegend met groei in het team. Ons kantoorteam is gegroeid naar 22 medewerkers. Team Media heeft met een extra video-editor, grafisch vormgever en audio-engineer de capaciteit om online en offline nog veel meer mensen te bereiken en het evangelie nog veel meer te verspreiden. Daarnaast is er een internationaal coördinator aangenomen die de uitbreiding naar Europa en daarbuiten gaat uitbouwen. En we zijn nog bezig met het aannemen van een communicatiemedewerker en aanbiddingsleider en Franse vertaler. Daarnaast zijn we ook natuurlijk bezig volop met ons nieuwe pand en we zien hier zo de hand van God op en gunstige ontwikkelingen. We zijn volop bezig met de tekeningen en de voorbereiding en het vergunningsproces. En we hebben nog een heel ander nieuwtje wat heel gaaf is, wat te maken heeft met een nieuw gebouw. Maar daar vertellen we later meer over, dus hou het in de gaten. Ook zijn we bezig geweest met de Revival en Ministry School die bijna gaat starten. Al het onderwijs, de achterkant van de school, het curriculum staat als een huis. En we gaan met meer dan 25 studenten starten in september. We gaan ze trainen om in hun roeping te wandelen, nieuwe kerken te starten, nieuwe bedieningen te starten. Allerlei mooie ontwikkelingen. En we geloven ook God via de studenten voor gewoon een machtige beweging in dit land. En dat dit slechts het begin is. En wij zijn klaar met Frontrunners om de volgende stappen te zetten. Dus de komende tijd om Nederland gewoon het opwekkingsvuur te blijven verspreiden in Nederland, Europa en daarbuiten.
We gaan het op de volgende manieren doen. In september gaat de Revival en Ministerschool starten. De studenten die we trainen gaan we ook uitzenden om in hun roeping te wandelen, waardoor nieuwe kerken, nieuwe bedieningen gestart gaan worden, wat grote impact gaat hebben. Daarnaast is vanaf deze maand, op het moment dat jij dit ziet, onze gehele online Bijbelschool volledig gratis geworden voor iedereen op bijbelschool.tv en in de app. En we zijn hiermee bezig geweest om dit te regelen aan de achterkant, zodat iedereen gewoon gratis Bijbelschool kan volgen, waar je ook bent. Dus daar willen we je mee zegenen, om duizenden mensen toe te rusten. En alle Nederlandse boeken worden de komende maanden uitgebracht in het Engels. We zijn ze aan het vertalen naar het Duits, we willen ze gaan vertalen naar het Frans, zodat we ook op die manier op allerlei continenten enorm veel mensen kunnen bereiken in die talen. En we geloven ook daar gewoon de zegen van God enorm op gaan zien. Wij zijn vol verwachting. We zijn klaar voor Revival. We zitten midden in een beweging van God. En ik wil je gewoon uitnodigen om mee te bouwen. Als Revival partner, als partner van Frontrunners, bouw je mee in de wereldwijde impact van Frontrunners in Nederland, Europa en alle andere werelddelen. En we geloven ook dat ieder zaad wat jij zaait in het Koninkrijk van God vermenigvuldigd naar je terugkomt. Dus we willen je hartelijk bedanken voor je partnerschap, voor je betrokkenheid, voor je gebeden. En als je nog geen partner bent, wil je gewoon aanmoedigen om te stappen in de beweging van God. Word partner als je dat nog niet bent. Als je het wel bent, kan je ook je partnerschap verhogen. Je kan een eenmalige gift zaaien voor een specifiek project of gewoon voor het algemeen voor de organisatie. Maar je kan ook meedienen als vrijwilliger in een van onze teams. En natuurlijk gewoon dagelijks voor ons bidden. We willen je heel erg bedanken. Het was een voorrecht om je gewoon op de hoogte te houden van alles wat God doet. God is goed. God heeft een plan voor je leven. En dank je wel voor je samenwerking.